uitnodiging, hè? Professor Dr. J.W. Renders. Ja. Wat een gekkigheid. Maar ja, jullie dagen mij daartoe uit. Dus ik heb een college van anderhalf uur voorbereid. Dus zet je schrap. Eerst even een definitiesketje. Wat is dit eigenlijk voor een boek? Voordat ik dat vergeten te zeggen. Het is een prachtig boek. Ja, dat zegt nog niet zoveel. Is het een autobiografie? Is het een biografie? Zijn het memoires, zoals je weet? Een autobiografie is een boek over iemand zelf en met de ambitie om op basis van dagboeken en documenten, agenda's en andere papieren om een beetje de waarheid te benaderen. Memoires is iets heel anders. Memoires is zoals ik het mij herinner. Dus je kunt nooit zeggen tegen Jan Kramer, nou dat is niet waar dat je vader duizenden vrouwen achter gaat. Nee, zo herinner ik mij. Dus is het zo waar. En dan heb je nog de autobiografie. Nou ja, dat is een soort biografie, studieus, maar door de persoon zelf geschreven. En dat laatste, daar komt het nog heel dicht in de buurt, maar ook dat is weer een probleem. Ja, ik heb u gewaarschuwd, het is een definitiekwestie. Want die autobiografie zorgt voor heel veel verwarring. U weet, Patricia Pai zit nu in een rechtszaak verwikkeld, omdat ze het niet eens is met haar eigen autobiografie. Toen de voetballer Luis Suarez gevraagd werd naar zijn autobiografie, liet hij weten, na lezing ervan, opgelucht te zijn. Als je daar eenmaal op let, dan is er een lijst aan misverstanden die ik niet allemaal zou opnoemen, hoe leuk je ook zijn. Ik zag gisteren aan de Volkskrant een advertentie. Biograaf gezocht voor autobiografie. En we moeten dit soort situaties altijd eindigen met Louis van Gaal. Dat is altijd baas, bovenbaas, want Louis van Gaal nam zijn biografie in ontvangst en die zei, de enige biografie door de beschreven persoon zelf geschreven. Dus via een wat ingewikkelde verhaal, ook weer een autobiografie. Ja, Suzanne zei, Hans gaat dat boek helemaal analyseren. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Zoals ik zei, het is een prachtig boek. Het is ook een heel vreemd boek. Ik zou nu enkele aspecten in comparatief opzicht met de Hunnen kunnen gaan opzommen. Dat doe ik niet. Hè? Zoals u weet, de Hunnen, 32 jaar geleden, als een soort eenmans guerrilla tegen de maatschappij, de jonge Jan Kramer. Dit boek, maar dit is een totaal nieuw boek, doet er in de verte wel een beetje aan denken. Alleen, en we stapelen misverstanden maar op elkaar, ik zag op het internet van de BSB dat het wordt aangekondigd als de biografie van de vader van Jan Kramer. Ja. Oh. Dat, oh, echt? Dat klopt niet. Dat klopt niet. Het is een boek over Jan Kramer, die als het ware de autobiografie en de memoires van zijn vader memoriseert en daar een biografie van schrijft. En misschien wel daar zijn eigen hang-ups op legt. Of misschien doe ik dat wel. Ik noem een paar dingen, niet die duizenden vrouwen natuurlijk. Maar wel, Jan Kramer had een winkel in elektrische apparaten. Ging ze nu en dan een bordje op de winkeldeur. Wegens wereldreis gesloten. Jan Kramer, senior noem ik maar even, was een dubbeltalent. Schreef en fotografeerde. Helaas is er maar één foto. Eén negatief. Dus heeft hij zelf moeten afdrukken. Van jouw vader is er bewaard. Doet een beetje denken aan Ozenwoud van de donkerkamer van de Daamfest van Hermans. Eén foto en wie is die man? Want die had ook nog een moeder. Kan daar nog iets over zeggen? Wees gerust, ik ga niet anderhalf uur. Ik heb dit college ingekort tot 5 minuten later. Maar, dus die vader van Jan was dus een dubbeltalent, fotografeerde zich. Fotografeerde zich suf. Fotografeerde zich suf. Niet iets anders. En schreef. Als je door dat boek heen gaat. Don en Nieuwenhuizen. Want hij schreef ook voor Recht Vooruit. Hij schreef voor Haagse Post. Of als een reizen naar Spanje. Naar Rusland. Naar overal was hij aanwezig. En vervolgens zie je dat Jan Kramer, junior. Daar zijn eigen verhaal op legt. Want die vader komt allemaal meisjes aan. Niet zomaar meisjes,
of niet zomaar Luik Vrouwen, maar altijd echtgenoten van de Van Heeks in Enschede, de textiel begonnen. Dus langzamerhand begin je te begrijpen dat dat working class heroschap van Jan Kramer, dat weet je, het imago, natuurlijk niet door jou zelf gecreëerd, maar dat hebben we wel voor jou. Dat komt van die vader. Dat komt van die vader. Dus ik denk niet dat het te ver gaat om te zeggen: 1. Jan Kramer junior heeft de biografie van zijn vader geschreven, maar heeft daar zeer sterk zichzelf ingelegd. En voor echte geleerde mensen zou het leuk zijn om daar de hunne naast te leggen. Maar wat ik persoonlijk veel belangrijker vind, is de moeder. Niemand heeft het over de moeder. Die moeder, 20 jaar, toen zij senior tegenkwam, 61, zat 41 jaar tussen. En zij dacht dat hij een professor was. Wat zijn er daarom die gekkigheid op je uitdrukking stond? dat vond ik zo'n ontroerend verhaal. Van dames mag je niet zeggen wanneer de geboortedatum is. Van Jan dus ook niet. Maar Jan was erg jong en hij weet zich nog feilloos te herinneren hoe die moeder bijvoorbeeld de oorlog doorkwam. Hoe die moeder in Enschede met de nek werd aangekeken. Hoe die moeder voor Jan moest zorgen. Maar ook, en dat gaat ver door. Het is nog maar deel 1. Misschien komen er 2, 3 delen. Fernwee. Prachtig titel, is het in het Nederlands eigenlijk niet te vertalen. Hoe zou jij het vertalen? Op zoek naar de verte, het tegenovergestelde van heimwee. Ja. Zucht naar de verte. Ja, nou ja, dus het is goed dat je dat niet hebt vertaald. Want wat mij betreft is het niet alleen een ode, maar is het echt een heel indringend portret van je moeder. Met die Hongaarse achtergrond, met die Hongaarse teleurstelling. In deze dagen wordt heel veel gesproken over vluchtelingen en diversiteit en culturen. Nou, als je daar iets meer van wilt lezen en leren in een historisch perspectief, dan moet je dit boek lezen. Ik vond het, met name dat gedeelte, vond ik zeer aangrijpend. Nou, vanzelfsprekend zou Jan Kramer het zijn als er ook allerlei gekkigheden staan. Ik ben tenslotte toch wetenschapper. Ik heb een aantal dingen eventjes nagekeken. En daaruit concludeer ik dat de Koninklijke Bibliotheek niet feilloos is. Dat de Picarta-catalogus niet feilloos is. Dat meneer De Bas, jullie weten nog niet wie dat is, maar hij heeft een schromelijk plagiaat gepleegd. We hebben het niet over dat misschien Jan Kramer een oude plagiaat heeft, maar meneer De Bas is in ieder geval een hele foute man en daardoor erg leuk. Ze reist door de Pyreneeën, iedereen kent dat boek natuurlijk, maar is in feite van Kramer senior. Nou, ik ga niet het hele boek navertellen, ik wilde ook iets over die tekening zeggen. Dat is in ieder geval gedocumenteerd, een bescheidenheid zie je het Jan Kramer. Niet voordat hij 2 was, maar na. En hij smokkelde ook niet, zoals in de hele staat, op 9-jarige leeftijd. Nu komt hij daar terug. Hij begon pas in de praktijk als smokkelaar op te bouwen toen hij 15 was. Dus zo wordt de geschiedenis ook een beetje recht. Ik kan alleen maar zeggen, lees dit boek. En ik vond het een hele eer om het als eerste te mogen lezen. Nou. Dag, professor.